Er ligt een deal die door de Britten aanvaard is, door het parlement aanvaard is. Het moet ook door het Europees parlement aanvaard worden. Maar ik zie daar geen probleem. Nee. En dan vanaf 1 februari dus die transitieperiode. Wat gaan we dan doen? Gaan we dan nog verder onderhandelen en bespreken? Dan blijven eigenlijk de afspraken gelden totdat er een nieuwe overeenkomst ligt, een handelsovereenkomst. Ja. Boris Johnson is nogal optimistisch. Hij zegt dat kan in 11 maanden. Ik ben zelf betrokken geweest zowel bij een handelsovereenkomst met Japan en de Europese Unie als met Afrika, Zuidelijk Afrika. Ja, het neemt heel veel tijd. Maar goed, we hebben met Groot-Brittannië natuurlijk veel gemeen. Dus onder druk wordt alles vloeibaar, zoals ze zo mooi zeggen. We kunnen eruit komen en we zullen eruit komen. Maar het wordt wel even scherp onderhandelen, ja. Maar hoor ik jou nou zeggen dat die 11 maanden dus eigenlijk wel heel krap zijn? Die zijn krap. Want, nou ja, het gaat over duizenden wetten. Duizenden overeenkomsten. Normen. Dus dan heb je een heel ambtelijk apparaat nodig die dat kunnen verwerken. De Europese Unie heeft dat. Hè? En hoofdonderhandelaar Barnier is daar heel goed in gebleken. Dus de EU, zolang de EU de 27 bij elkaar blijven, lukt dat echt wel. De vraag is of Groot-Brittannië voldoende gekwalificeerde ambtenaren heeft om dit proces te doen. Maar daar kunnen we ze ook bij helpen, want we hebben er geen enkel belang bij om een slechte relatie met Groot-Brittannië te creëren. Hetzelfde geldt over veiligheid. We zitten samen in de NAVO, dat blijft ook zo. En samenwerking op veiligheidsgebied, terrorismebestrijding, dat moeten we met de Britten, dat zijn onze buren, blijven doen. Dus uiteindelijk denk ik dat de negatieve consequenties mee zullen vallen. Maar nogmaals, het had niet gehoeven. Maar goed, we moeten er nu mee dealen.